En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je op die manier ook echt bezig bent met wat gebeurt er allemaal en hoe ziet de toekomst eruit en waar maak ik me druk over. Ja, want wat je zegt, het zet je letterlijk aan het denken, want zoals in een museum of dergelijk museum, hangt er vaak een kaartje bij. Een stukje duiding over van onderweg. Dat is met een mural of met een grote tag, is dat natuurlijk niet zo. Dat is belangrijk voor de gemeenschap? Ja, voor de mensen. Ja, want kijk, het is belangrijk ook dat je er zelf in mag zien wat je er ook zelf in ziet. En dat het niet voorgeschreven is wat je dan wat je ermee moet. Dat is helemaal aan jou. Ja, heb je het proces een beetje meegekregen van wat er is gebeurd tot aan de grote muurschildering? Aan die kant? Ja, ja. Ja. Ja, want even voor de dames en heren die hier nu aanwezig zijn, de jongens en meisjes. Er zijn dus de afgelopen weken Stichting All One moet ik zeggen, en Raum, die hebben in samenwerking met elkaar hebben ze workshops georganiseerd met jongeren. Ja. Om daarmee op zoek te gaan naar hun identiteit en dat wat ze willen zeggen over de maatschappij. Ja. Ook hier in Utrecht, in Nederland. En dat wordt eigenlijk weergegeven op die muur. Dat is het idee, toch? Ja, precies. Het zijn inderdaad ook gesprekken geweest met middelbare scholieren. Die natuurlijk nadenken over wie ben ik en wie ben ik straks en wie is dan de ander. En dat wordt vervolgens inderdaad verbeeld. Heb je al iets concreets kunnen zien? Want je stond net te kijken. Zag je er al iets in terug dat je dacht, oh, herkenbaar of niet? Of is het vrij abstract? Nou, maar wat mij meteen wel opviel waren ook gewoon de mensen. En dat vind ik wel ook heel leuk, want als ik aan de toekomst van de stad denk, denk ik ook eerst aan mensen. Aan mensen. Die heb ik ook meteen gezien ook. Ja, ja, heel erg mooi. Het wordt uitgevoerd, dat moet ik er even bij zeggen, door de Berlijnse street artist Sokar Uno. En die is gecureerd door Street Art Today. En dat is het internationale platform. Die opende binnenkort ook een heel groot street art museum in Amsterdam. Wij hebben zo... Ik moet nog iets anders zo direct aankondigen, want we hebben zo direct natuurlijk de Utrechtse Urban Dance Crew aan te kondigen. Voordat we dat gaan doen, is er nog iets wat je wil zeggen tegen de mensen? Of iets wat je wil meegeven? Ik heb namelijk ook nog een nieuwtje. En ik ga vooral allemaal straks kijken daarna bij die hele grote muur, 50 bij 70, dat is echt de grootste die we hebben. Daar wordt inderdaad nu gestart, wat jij vertelde, op basis ook van de input van de scholieren, door Sokar Uno. Ja. Maar aan het einde van de zomer, want we hebben namelijk in Utrecht natuurlijk ook fantastische street art kunstenaars. Ja. En één daarvan is Leon Keer. Ja. Is vliegt over de hele wereld om overal zeg maar, zijn werk te laten zien ook. En die gaat hier dat laatste stuk afmaken. Dus daar zijn we ontzettend trots op. Ja, nog even met zijn agenda kijken wanneer precies. Wanneer? Maar in ieder geval einde van de zomer gaat daar nog iets bij. En dat komen. is de andere helft, daar, zeg maar. En dan, ja, precies, het tweede gedeelte daar. En is er ook daarbij het idee, het verhaal van de mens, van de jongeren uit Utrecht? Dat weet ik eigenlijk niet zeker of hij daar ook. Of gaat hij zijn eigen gewoon verhaal daar vertellen? Dat kunnen we nog vragen. Ja. Oké, okay, jawel, dat is jawel. Even afwachten. voordat ik ze ga aankondigen, die crew, of voordat we dat samen gaan doen, ik wil eigenlijk jou alle eer geven in deze hoor. Dus doe jij dat vooral. Maar moet ik erbij zeggen dat 7 juli, zet het in je agenda, dames en heren, 7 juli, treden ze op, de Hype and Hope Dojo. En die treden op in de stad Schouwburg op 7 juli hier in Utrecht. Dus